En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat samen zou ik maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Het is vandaag Koningsdag. Wat gaat u vandaag doen? Wat ga ik vandaag doen? Winkelen. Gewoon gezellig rondlopen en kijken wat er te doen is. Nog plannen om een kleedjesmarkt te bezoeken? Nee. Daarachter is wel een kleedje. Heb ik al gedaan. Ja. Hoe is de sfeer daar? Ja, het is niet echt uitgebreid, maar ja. Het is gezellig, het regent niet, hè? Nou, misschien heel even kijken op televisie, maar niet echt. En verder lekker thuis zijn en lekker eten maken. Geen plannen om een kleedjesmarkt aan te doen en nog iets leuks te scoren? Nou, met de kinderen wel eens. Zoiets, of even ergens naar een iets feestelijks gaan op de... Wat is dat op het Kelvkensbos? Nee, niet Kelvkensbos. Ergens anders. Ja, Goffertpark. En wat gaat u vanmiddag kijken op televisie? Ja, gewoon even kijken of er een verslag is van wat men aan het doen is. Maar verder niet zoveel bijzonders. Dus niet, ik ben niet zo heel erg koningsgezind. Hoeft ook niet, hè? Nee. Wij zijn eerst van plannen om naar de stad. En van daaruit gaan we op bezoek naar St. Marnix Kliniek. Voor een kennis van ons die daar zit. Ziek. En daarna gaan we van daaruit naar Kleef. Dus helemaal geen Koningsdagviering voor u? Eigenlijk niet, omdat vorig jaar was het prachtig weer, hè, voor Koningsdag. Maar dit jaar valt dit eigenlijk een beetje tegen. We gaan ook vaak naar de Goffert, ja. Even daar rondkijken. Maar dit jaar met de weersomstandigheden denk ik dat we daar overslaan. Heeft u de Nederlandse vlag uitgehangen vandaag? Nee. U hoort zeker dat ik vanuit Engeland kom. Mag je toch de vlag uithangen als je wil? Ja, dat zeker weten. Maar ik heb geen paal buiten. Zo. Nee. Maar ik vier het ook net zoals alle mensen natuurlijk. Ik woon hier al lang genoeg. Nou, wij hebben wat mooie spullen gekocht op de vrijmarkt hierachter in Nijmegen. We hebben zwaarden gekocht, allemaal mooie dingen en wat speelgoed nog. Dus dat is altijd heel mooi. Dat doen we eigenlijk elk jaar. Gewoon mooi op zoek naar wat mooie spulletjes. Ja. Uw kinderen zijn in het geel en niet in het oranje. Daaronder, dat is de regenjassen, zijn het. Daaronder zit een hele mooie oranje t-shirt. Dus dat komt helemaal goed. Kijk eens. Laat maar zien, jongens. Kijk. Daar nog eentje. Jij hebt ook geel. Je was daar net op de kleedjesmarkt, hier achter in het park. Wat vond je daarvan? Leuk. Wat vond je leuk? Die zwaard. Het zwaard wat je hebt gekocht? Ja. Deze. Wauw. Nog andere plannen vandaag, meneer, voor Koningsdag? Misschien gaan we nog even in het Goffertpark kijken. Daar is ook altijd een hele mooie markt, dus dan gaan we die kant nog even op. Ik denk dat zij even in bed gaat liggen. Dan gaan wij nog even naar de markt. Selin, je staat hier met de kleedje op de Koningsdagsmarkt. Hoe gaan de zaken? Het gaat heel goed. We staan er al een paar minuutjes en er zijn al heel veel dingen verkocht. Heb je plannen met de opbrengst? Ja, we weten het nog niet heel goed, maar mijn zusje en ik willen het dan op, als we gaan afronden. Dan doen we alles bij elkaar, al het geld gaan we het verdelen en dan kijken we nog wat we ermee gaan doen. Ga je zelf nog struinen hier op de kleedjesmarkt? Ja, we hebben het al best wel druk met dit. Heel misschien nog op het einde nog een beetje rondkijken, maar ja. Kun je mij vertellen wat Koningsdag verder voor jou betekent, behalve even lekker een zakcentje bijverdienen? Gezelligheid. De koning komt op een plek langs. En ja, een beetje feestvieren. Tony, het is Koningsdag. Jij werkt bij de DAR. Heb je nou extra werk? Ja, we hebben heel veel extra werk vandaag. We moeten de rotzooi opruimen van Koningsnacht. Van het uitgaansleven sowieso. En dan van de vrijmarkten natuurlijk nog. Het valt nu mee, jammer genoeg.
Want dit is natuurlijk niet leuk voor de kinderen en voor de mensen die moeten bezoeken. Maar het geeft ons altijd extra werk, altijd extra rotzooi. Ik doe dit al vanaf 2000, dat is al 19 jaar. Dus ja, wij staan hier klaar voor de rotzooi op te ruimen. Dat is het enige wat ik eigenlijk met Koningsdag altijd heb. Maar ja, nou, ik vind het altijd heel gezellig. En zeker als het leuk weer is. Zoals vorig jaar met de zon, dan is het echt heel leuk, gezellig. Mensen zijn dan heel blij en vrolijk. Nu is het wat minder, maar ik vind het wel altijd een gezellige dag. Maar kijk je nou ook hier zo links en rechts naar zo'n kleedje of er nog wat tussen zit? Ja, zeker. Ik heb toevallig net een boek gekocht voor mijn vrouw. Die vond ik geweldig om te lezen. En die had het over een bepaald boek. En dat is heel moeilijk aan te komen. En ik zag hem toevallig net liggen. Dat is het leuke van Koningsdag. Je ziet nog wel eens dingen die je bijna nooit meer aankomt. En, nou ja, goed, dan voor een leuke prijs neem ik hem mee. Het wouwgevoel? Het wouwgevoel? Nee, vandaag niet. Als het mooi weer is wel en gezellig, dan zijn de mensen ook heel vrolijk en behulpzaam en meehelpen. Dan heb ik wel een wouwgevoel en dan denk je van ja, dat het, zo hoort het te zijn allemaal. In plaats van een hoop haat en nijd onder elkaar. En, want dat komen wij ook heel veel tegen in ons werk. Ja. Mensen geen geduld meer. Het stinkt, het is vies en je moet maken dat je wegkomt. En heel veel agressie hebben wij jammer genoeg mee te maken. Dat is de keerzijde. Maar als het mooie dagen zijn en iedereen is vrolijk, dan heb ik iets van ja, wauw, zo hoort het te zijn. Saartje, jij pakt het professioneel aan. Je hebt een echte kassa hier. Ja, die heeft mijn opa voor me gemaakt voor mijn verjaardag. En, doe je vandaag goede zaken? Nou, niet heel goed, maar we verkopen wel wat. Heb je plannen met het geld wat je vandaag verkoopt op Koningsdag? Niet heel erg. Misschien wel leuk doen met mijn vriendinnen. En ja, jij staat hier muziek te maken. Yeah. Waarom doe je dat? Nou, omdat ik het gewoon leuk vind om muziek te maken en ja, dat eigenlijk. En goed dan. Heb je plannen straks met je opbrengst? Nou, gewoon ook met mijn vriendinnen iets kopen, iets leuks of zo. Of iets lekkers, denk ik. Ik denk dat we nog wel even gaan kijken of hier nog iets leuks is. Ja. Waar denk je dan aan? Ik denk aan neefjes, familieleden of gewoon kijken wat je nog nodig hebt. En jij? Ja, ik denk ja, spullen die handig zijn in mijn kamer bijvoorbeeld. Of ja, handige dingen. Of knuffels. Van alles wat. Ta, sta je hier met een kleedje of ben je lekker aan het struinen? Eigenlijk allebei wel. Dus ja, ik verkoop dingen met mijn vriendin en ik koop hier ook gewoon zelf leuke dingetjes. Ben je dan naar iets bijzonders op zoek? Niet echt. Ik kijk gewoon wat ik leuk vind en dan kijk hoe duur het is en dan koop ik het soms. En wat vind je leuk dan? Eigenlijk heel veel dingen. Maar soms zie je ook dingen van echt, wat is dat? En uiteindelijk koop je het toch. Dat is een beetje raar. Maar de meeste mensen die kijken heel veel rond, maar lopen uiteindelijk toch wel weg. Maar ja. Heb je goede zaken gedaan tot nu toe? Wat is je opbrengst? €5, maar we zijn hier ook nog niet heel lang. Ongeveer pas 20 minuutjes, dus